Hoi, even weer een kort Pokémon Go filmpje. Ik wil twee dingen dus vertellen en laten zien. Allereerst, er komt een update aan die wel heel fijn is, daar waar ik echt heel blij mee ben. Daar ga ik zo eerst over vertellen. En daarna, jullie hadden me gevraagd of ik ook nog mijn Pokémon wilde laten zien. Vooral mijn hoogste CP-Pokémon was ik vergeten in mijn vorig filmpje. Dus ik hoop dat ik er in dit filmpje aan denk. Goed, we gaan beginnen. Pokémon Go, een update die er binnenkort aankomt. Ik kan je nog niet vertellen wanneer het eraan komt. Vaak is het er al voor Android en moeten de iPad-mensen gewoon iPhone-mensen even wachten. Ik weet het dus niet, maar vaak als ze het hebben gemeld, dan komt het wel binnenkort. Oké, hier zie je dus de tekst van Niantic zelf in het Engels. Ik zal het even in het Nederlands gewoon vertellen. Je kan binnenkort elke dag een extra bonus krijgen bij het vangen van een Pokémon en het draaien van een Pokéstop. Nou, hoe werkt dat? Iedere dag, als je ligt te slapen om 12 uur 's nachts, dan wordt een klok zeg maar gereset in je spel. En zodra je wakker wordt en je vangt een Pokémon, wanneer dan ook op de dag, maakt niet uit. Eerste Pokémon wat je vangt, verdien je dus een bonus. Je verdient hier 500 XP, dat zie je hierboven staan, 500 XP... plus 600 Stardust. Nou, daarna vang je weer gewoon je Pokémon als normaal, geen probleem. En dan de volgende dag, zodra je weer een keer een Pokémon vangt, maakt niet uit hoe laat op de dag. Dus je hoeft dus niet om de 24 uur bijvoorbeeld. Dan vang je dus, dan krijg je weer 500 XP voor je eerste Pokémon en 600 Stardust. Dus je krijgt iedere dag, krijg je dat dus als bonus. Maar als je dit 7 dagen achter elkaar doet, dan verdien je dus niet op je 7e dag 500 XP, maar dan verdien je 2000 XP. En in plaats van 600 Stardust verdien je 2400 Stardust. Dat is wel gaaf. Een mooie wijze om snel aan XP te komen. En dan level je wat sneller. Maar ook een mooie wijze om aan je Stardust te komen. Waardoor je dus wat hogere CP Pokémon kan maken. Dan ga ik naar de Pokéstop. Want ook daarbij geldt dus een bonus. Precies hetzelfde, je eerste Pokéstop op de dag verdien je dus 500 extra XP. En a number of additional items, dat betekent een aantal extra item uit de Pokéstop. Nou, een aantal, dat betekent dus de ene keer is het misschien 4 extra dingen, de andere keer misschien 5 of 6 extra dingen. Dat weet ik dus niet. Dat merken we gewoon wel. En ook hierbij geldt, iedere dag je Pokéstop is 500 extra. 1 keer, hè? Dus niet de hele dag door. 500 extra XP, want dan ben je zo level 30. Nee, gewoon de eerste keer op een dag. Maar als je dit 7 dagen achter elkaar doet, dan krijg je dus op je 7e dag een extra bonus van 2000 XP. En a greater number of additional items, dus nog meer additional items. Dus stel je voor dat je altijd normaal 4 krijgt, krijg je er nu misschien 10. Ik heb geen idee, ik verzin het. Nog meer betekent gewoon nog meer. Ze zeggen het dus ook, het maakt helemaal niet uit wanneer je je eerste Pokémon of je eerste Pokéstop draait op de dag. Gewoon wanneer jij het pakt en draait op de dag. Hier laten ze je dan twee foto's zien van hoe dat eruit komt te zien op je telefoon. Hier zie je dus first catch of the day. Dat betekent je allereerste vangst van de dag. En dan is dit dus, Pokémon caught krijg je normaal 100 XP voor, maar nu is het je first catch of the day, dus je eerste vangst van de dag bonus, 500 XP erbij, in totaal 600 XP. Boven zie je er ook staan, je ziet allemaal bolletjes die ingekleurd worden. 1 bolletje is je eerste dag, 2 bolletjes tweede dag enzovoort. Allerlaatste dag, extra XP, 2000 maar liefst. En, even kijken, ik wil ook die andere laten zien. En dit is dus voor je Pokéstop. Ook hier, first Pokéstop of the day, one day streak. En dan zie je dus wat je dan dus krijgt aan extra's. Maar dan bolletjes vol en je krijgt nog meer extra's. Goed, dan ga ik nu naar mijn spel. Want jullie wilden dus mijn Pokémon zien. Ik ga het op CP zetten, Combat Power. Nou, je ziet hier dus mijn hoogste Dragonite, 2890. Ik heb nog 1 Dragonite, maar die kan ik niet omhoog gooien, want hij blijft maar in een gym zitten. Volgens mij zit hij al 2 maanden lang in een gym, komt er niet meer uit. Dus ik kan hem niet meer power-ups geven totdat iemand met team rood of team geel even langskomt en de gym overneemt. Dan kan ik hem weer power-ups geven en dan weer terug de gym overnemen. Kan je ook wel laten zien. Dit is de gym waarin die zit. Hier woon ik, hè? Hier loop ik. Ik zit nu in mijn huis. Dat is de gym waar het om gaat.
Even zo. Kijk, dat is mijn man, Gamer Papa. Alleen die heet hier Puffenstuf. Dat ben ik niet. En dit ben ik. En nou ja, daar blijf ik dus in deze gym. Goed, ik was bezig met mijn Pokémon. Ja, je ziet dus mijn Snorlax, waar ik reusachtig super blij mee was. Mega, mega, mega blij. Nou, mijn candy is nu op. Ik heb hem zo hoog mogelijk weten te brengen totdat mijn candy op was. Dus binnenkort ga ik lekker met hem wandelen met mijn Snorlax. En dan ga ik hem nog hoger brengen met mijn power-up. Zoals je ziet, ik heb nog ruim 88.000 Stardust. Dus ik kan nog wel het een en ander omhoog gooien. Nou, mijn Rainer hou ik vaak wel aardig max. Oh, hij kan er nog wel eentje bij, zie ik. Mooi. Nou is hij wel max. Volgens mij kan hij nu niet meer. Hij kan nog één. En nu kan hij echt niet meer. Zo. Nou, en zo ga ik dus alles eventjes langs. Ik heb laatst wat extra Arcanine candy gekregen. Dus die ga ik later ook eventjes op mijn gemak omhoog gooien. Dit zijn mijn Pokémon. Venusaur is nog aardig nieuw. Dus ik heb er nog niet echt heel erg veel mee gedaan. Omastar heb je er laatst bij zien komen. En Victreebel en Mak. Dus ik moet even mijn tijd gaan nemen om te kijken welke Pokémon kan ik verder omhoog gooien. Welke vind ik leuk en wil ik graag omhoog gooien. Ja, mijn Lapras vond ik altijd wel fijn en mijn Aerodactyl, maar ik had even wat meer candy nodig. Dus goed. Ik hoopte... Oh, mijn Golem, die vind ik echt cool. Oh ja, ik heb nu een Magmar spot in de buurt. Het is echt heel erg leuk. Ik heb vandaag dus een Magmar gevangen. Even kijken, kan ik je laten zien? Recent... En ja, we hebben dus hier nu, dus echt nu net, sinds vandaag is die Magmar spotter. In plaats van de Bulbasaur's, die zijn nu weg, hebben wij dus nu de Magmar. En ja, ik had vandaag een hele hoge gezien, volgens mij iets van 1400 of 1700, ik weet het niet meer. En die was zelfs een wonder Pokémon, zei mijn man. Maar hij ontsnapte bij mij, dat is een beetje jammer. Even kijken, nee, ik kan hem nu net niet laten zien dat hij in nearby is. Maar goed, dit was het dan. Bedankt weer voor het kijken naar mijn Pokémon Go filmpje. Zodra... de update is, dan ga ik het je natuurlijk meteen laten weten en meteen laten zien. Dus hou mijn kanaal dan dus in de gaten. Bedankt en tot de volgende keer. Doepa doe!